Deze beschouwing die is naar aanleiding van een artikel wat jij nu kan zien op Prison Planet. En de headline die luidt: The preborn feel pain much earlier than earlier believed. New research shows. Op zijn Nederlands zeggen wij de, noemen we dat? De ongeboren kinderen, de ongeborenen, voelen eerder pijn dan voorheen gedacht. Zegt volgens nieuw onderzoek. Dus er is nu nieuw onderzoek naar boven gekomen. En dat gaat dan over het niveau, het pijnniveau dat een nog niet geboren baby ervaren kan. En dan gaat het, de openingszin, die staat hier dan letterlijk: New research has emerged about the level of pain a preborn baby feels while being forcibly aborted. However, the leading mouthpiece for Ireland's pro-choice / Planned Parenthood lobby does not feel that pain is relevant to the decisions to support and fund abortion. Ik heb hier een hele hoop punten waar ik op wil reageren. Er wordt nogal wat afgeaborteerd. In Nederland praat je over meer dan 30.000 abortussen per jaar. En dat zijn dan nog de abortussen die uitgevoerd worden in de officiële klinieken. Eigenlijk moet je stellen dat het gebruik van de morning after pill, dat is ook een vorm van abortus. Eigenlijk is het gebruik van de anticonceptiepil al een vorm van abortus. Want het leven, dat begint als de eicel, als de wand van de eicel doorboord wordt door een spermatozoïde. En die spritst dan, ja, op het moment dat die spermatozoïde de wand van een eicel doorboort, dan bestaan ze op dat moment allebei niet meer. Moet je zeggen. Dat is heel vreemd. Hè? Dus je hebt, eerst heb je nog een eicel en aan de andere kant heb je nog een spermatozoïde. En die zijn heel erg gewend, allebei, die systemen, om lekker te zijn. En dan doorboort zo'n spermatozoïde zo'n eicel. En dat is het einde van het leven, tussen aanhalingstekens, van de spermatozoïde en van de eicel. Want die spermatozoïde heeft het DNA van de vader en die eicel heeft het DNA van de moeder. En op het moment dat die doorboring plaatsvindt, versmelt dat DNA van beide tot een nieuw set DNA. En dat is de mens die eraan komt. En dat is dus het begin van de mens. En we noemen dat een vrucht. En dat is de bevruchte eicel. En het Griekse woord voor vrucht is ortus. Of zoiets. En het weghalen van de vrucht is ap. En dan ortus. Dus het is niet abortus. Ik ben tegen bortuseren. Ik wil geen bortus. Ik wil een abortus. Nee, dat zeg je niet goed. Het is een abortus. Ontvruchting. Het is een mens die dan is. Op het moment dat een eicel, dat die wand gedoorboord wordt door die spermatozoïde, dan ja, sterft die eicel. Als het ware, die spermatozoïde die sterft. En die beide sterven en dan is dat de geboorte van een mens. Nou, en als jij de anticonceptiepil gebruikt, wat trouwens rete gevaarlijk is voor je lichaam. Ik zeg niet tegen jou als man dus, maar als jij een vrouw kent die aan die pillen zit, ja, zeg er even van deze uitzending. Het is echt gevaarlijk. Je speelt met vuur.
Er is geconstateerd in de jaren 80, toen ik nog op de landbouwhogeschool zat. Daar heb ik namelijk ik heb een hele brede studie gedaan. En een van die studieonderdelen was epidemiologie. En dat is de combinatie van gezond verstand, gezondheidskunde en een ongelofelijke bak statistiek. En wij kregen als lesmateriaal onderzoeken aangeboden, bevolkingsonderzoeken en zo. En dan moesten wij die onderzoeken met rekenmachines narekenen of de conclusies wel klopten. En daar, ja, een voorwaarde voor het volgen van dat vak was dat je statistiek van je kandidaats A en je statistiek begon, dacht ik, in het tweede jaar, kandidaats A. Ja, die statistiek moest je helemaal in de vingers hebben. Dus een ANOVA-tabel moest je kennen. Ja, ik zeg het niet om op te scheppen, maar dat moet je dan kennen. Daar werkten ze veel mee. En zo kregen wij heel wat onderzoeken aangeleverd. En er werd ons dus ook gewezen op fouten waar je als epidemioloog op moet letten. Van, is dit wel goed gedaan? Is dat wel goed gedaan? Er wordt ontzettend veel afgebruld in het universum, zullen we maar zeggen, over wat er nou weer gevaarlijk is. Terwijl het helemaal niet volgt uit de gegevens. Maar wat wel volgt uit de gegevens was dat vrouwen met een diagnose borstkanker, dat in die groep, vergeleken met de vrouwen die dan geen diagnose hadden gehad, hè? Die hadden dus geen borstkanker, maar dat die vrouwen met een borstkankerdiagnose, in die groep kwam het veel meer voor dat die vrouwen de anticonceptiepil voor langere tijd aan het slikken waren. Dat was significant. En de enige verklaring daarvoor was dat de anticonceptiepil een lelijke bijwerking heeft. Namelijk dat je een diagnose kan krijgen van borstkanker. Ik zeg nu heel netjes niet dat je borstkanker hebt of zo. Maar de diagnose, daar ging het om. En als je de diagnose krijgt, dan snap je ook wel, dan ben je de bok. Dan volgt er een hele nare behandeling. Eventueel amputatie. En daar word je echt niet blij van. Van de behandeling niet, dan heb je, behoud je je borsten nog, maar een amputatie, ja, het is allemaal echt verschrikkelijk. En dat werd dus gesteld dat een aantal vrouwen, die hebben dus die kanker opgelopen in hun borsten door het gebruik van de pil. Ze weten dan niet hoe, maar het moest de pil zijn. Het was de enige factor die verschillend was. En als je dan gaat nadenken over wat je als vrouw doet wanneer je de anticonceptiepil slikt, ja, dat is echt geen geintje. Je gaat ook niet zomaar in je, noem eens wat. Je gaat niet zomaar, bijvoorbeeld een computer. Ik heb hier zo'n computer en daar kan ik zo de bovenkant kan ik los van halen. En dan kan ik er zo in kijken. Dat is een hele leuke oude ijzeren bak met een hele mooie nieuwe i5 erin. En, hij ziet eruit alsof hij een dubbeltje kost, maar dat ding blaast als een tierenlier. Maar goed, die kan ik dus openmaken. Dan kan ik zo, ik kijk zo tegen de printplaat aan. Ja, ik, als ik wil, kan ik zo een draadje pakken en dan ga ik poortje A met poortje B verbinden. Maar ik laat het wel uit mijn kop. Hetzelfde geld maak ik, of waarschijnlijk maak ik hem kapot. En dan kan jij zeggen, ja, maar zo'n anticonceptiepil, dat is allemaal, heel goed gecontroleerd en zo. Nou, dat onderzoek met dat dus opleverde dat vrouwen vaker borstkanker hadden, dat kregen wij dus op de universiteit. Wij kregen die gegevens. Wij hebben dat bestudeerd. Dat stond niet in de krant. Maar ja, maf. En je kan het zelf ook verzinnen. Dat je niet moet spelen met dat soort dingen. Kijk, jou, even tegen de dames dan, hè? En als jij dus niet een man bent, dan zeg ik het maar even, dan dat voor de dames geldt dat, hè? Maar als dus dames met z'n allen in één huis gaan wonen,
dan gaan die menstruatiecycli van die dames, die gaan synchroon lopen. Niet helemaal letterlijk, precies binnen zoveel dagen. Maar na verloop van tijd. En dan heeft het natuurlijk, heeft dat ongetwijfeld ook te maken met de mate van harmonie in het huis. Maar als die dames echt gewoon lekker heel harmonieus, oh, jij dit, nou doe ik dat, zo. Die worden dus, ja, dan hebben ze de ongesteldheidsweek. Dat is opgevallen. En dan zijn ze allemaal tegelijkertijd ongesteld na verloop van tijd. Ja. Maar als jij de pil gaat slikken, dan kan dat niet meer. Want dan heb jij die hele hormooncyclus, die volgt dus niet meer uit. Wat weten we dus nu, dat sla ik even over, sorry. Kijk, de hormooncyclus van een vrouw wordt dus niet alleen bepaald door haar eigen lichaam, maar ook door haar omgeving. En hoe? Ja, weet ik niet. Dus misschien dat zo'n vrouw dan ruikt dat een andere vrouw ongesteld wordt en dat die geur alleen al iets triggert. Lelijk woord, maar dat die geur iets veroorzaakt. Zoiets moet je dan aan denken. Hè? Maar we weten dat verder niet. We weten alleen maar dat dus die cycli, die menstruatiecycli van die vrouwen, die wordt dus bepaald door heel veel factoren. Dat is dus een levendig principe. En als jij de pil gaat slikken, dan heb je zo'n strook en dan staan van die nummertjes op en dan ga jij lopen dicteren wat je hormoonspiegel is. Maar hallo. Hoezo heeft jouw lichaam daar behoefte aan? Aan een opgelegd oestrogeenpatroon. Waarom laat je je lichaam niet gewoon lekker zelf bepalen wat het oestrogeenniveau is van dag tot dag? Misschien is het wel zo dat we later gaan constateren dat sommige vrouwen die gaan onder bepaalde omstandigheden vervroegd en verkort menstrueren. En dat is allemaal heel logisch, want er is wat aan de hand in het lichaam. En dan besluit, tussen aanhalingstekens, het limbisch systeem van het vrouwenlichaam, besluit dan tot een vervroegde menstruatie. Want dat is gezond op dat moment. Ja, maar als dat het zo is, hè, wat heel denkbaar is, als dat zo is en de vrouw in kwestie die zit aan de pil, dan kan het lichaam gaan proberen om eerder te gaan menstrueren, maar dat lukt hem mooi niet. Als je al überhaupt menstrueert, ja, je menstrueert wel als je de pil slikt. En vaak is dan ook nog dat vrouwen zeggen van, nou, sinds ik de pil slik, heb ik veel minder last van menstruatiepijnen. En dat vinden ze dan goed. Maar dan kan je ook nog over nadenken of dat wel goed is. Want waarom heb je überhaupt menstruatiepijnen? Dan doe je toch, er is er iets niet goed. En de vraag is dan of je dat zo moet oplossen middels zo'n kanon om een mug dood te schieten, namelijk elke dag hormonen te gaan slikken. Kijk, omdat die anticonceptiepil zo geaccepteerd is en dat het gratis is in de gezondheidszorgverzekering, dat maakt het heel geaccepteerd in je mind, in je denken. En dan denk je, ja, het is gewoon een pilletje, iedereen slikt het, doe ik het ook. Wat ik je nu vertel is allemaal waar. Het zijn dingen waar je rekening mee moet houden en wil jij dat je lichaam wil aandoen. Nou, en dan nog het hele punt. Als jij de anticonceptiepil slikt, dan vindt dus de conceptie, het is dus ook geen anticonceptiepil, want de conceptie vindt wel degelijk plaats. Maar die bevruchte eicel, die kan niet hechten aan de baarmoederwand. En dat is een hele belangrijke fase, want pas dan ontstaat er een placenta. En pas dan kan jij als moeder die voeding gaan geven aan dat kind. En aan die bevruchte eicel, die zweeft als Remy alleen op de wereld in de ruimte. Die kan nooit groot worden. Die moet hechten aan die baarmoederwand. Daar moet de placenta komen en dan moet die voeding komen naar dat wezentje toe. Ja, en dat aanhechtingsproces, dat lukt dus niet. En dan, ik val. Ja, dus die ligt hier in het toilet. Dat is ook een abortus. Dat is ook een ontvruchting. Maar dan terug naar dit artikel. Je kan je nog voorstellen dat
de emotie in zo'n bevruchte eicel, dat die, ja. Ja, er is natuurlijk wel iets aan de hand. Want ik denk wel dat een bevruchte eicel iets heeft van het bewustzijn. Alleen het zal op een zo primitief niveau zijn dat weer. Maar je moet het dus, ja, je kan niet zeggen dat het nul is, natuurlijk. Maar hier gaat het over pijn. In de preborn, van de ongeboren kinderen. Dus dat ongeboren kinderen veel eerder pijn ervaren dan ze dachten. En ze geloven nu, of er heeft onderzoek aangetoond, of dat heeft het aannemelijk gemaakt, dat, kijk hoor. Er werd een termijn genoemd van 13 weken. Ja, stond hier. The new research indicates that unborn children can feel something like pain as early as 13 weeks. Nou, dan ga er maar vanuit dat die 13 weken, dat nog niet de ondergrens is. Want het ligt er maar aan hoe nauwkeurig je meet. Tja. Mijn kind is de nek omgedraaid. Nou, in stukken gescheurd, moet ik zeggen. Ze worden in stukken gescheurd, hè, die kinderen. Mijn kind is in stukken gescheurd met 14 weken. Toen die moeder dat had laten doen, was mijn eerste vraag ook, toen ze klaar was met het klusje te laten doen aan haar, was, is het kind wel verdoofd? Voordat ze me uit elkaar gingen scheuren. Ja, dat vond ze dan zo'n onbeschofte vraag. Kreeg bijna een theepot naar mijn kop geslingerd. Of iets anders, een boek. Maar in elk geval, dat soort vragen hoorde je dus niet te stellen. Maar nu heb ik dus. Ik spreek die vrouw niet meer. Ik wil er ook helemaal nooit meer spreken. Ik wil niks meer te maken hebben met dat moordkarma wat ze heeft. Want zij heeft laten moorden. En ik, ja. Het gaat me dan te ver om haar. Nou, hoe moet ik zeggen. Ik ga er dan liever niet mee om. Dat is aan mijn keuze. Ik ga liever niet om met een moordenaar. En zeker niet met een moordenaar die vindt dat hij alle recht had. Want het ging om niks. Nou, het gaat niet om niks als je een wezen, een onschuldig wezen laat doden. Dat heet moord. En het wezen is 14 weken en dat kan dus pijn ervaren. Dus dat wezen heeft pijn gehad. Ze heeft een wezen in haar buik. Heeft zij laten lijden, heeft ze in stukken laten scheuren. Bij het volle bewustzijn van dat wezentje. Ja, dat is haar karma. Dat is haar daad. En haar attitude om dan te leven in ontkenning, dat zal eindigen als zij zelf komt te sterven. Want iedereen die sterft begrijpt wat het einde van het leven is. En zal dan snappen dat het einde van het leven het einde van het lichamelijke leven is. Omdat je bewustzijn niet kan veroorzaakt zijn, niet veroorzaakt kan zijn door de materie. Dus je bewustzijn was er al voordat jij er kwam. Jouw lichaam er kwam. Was jij er al. En als jouw lichaam stopt, dan is jouw lichaam dus gestopt en jij bent er dan nog wel. Dat is wat ik geloof. En dat kan ik niet bewijzen. Het is het enige dat ik aannemelijk vind. En ik ben niet gek. En dan zal zij weten op dat moment wat zij dat wezen in haar buik heeft aangedaan. En sterker nog, dat wezen in haar buik, dat kan ze dan gaan ontmoeten.
En die zal zeggen, ik ben degene die jij hebt vermoord. Dat wordt geen leuk gesprek. Zij is ook als de dood voor de dood. Wordt ze ook helemaal gek van. Ja, vind het gek. Zij is een moordenaar. En ook dit ding. Het feit dat ze dus nu geconstateerd hebben dat een vrucht van 13 weken. Een mens van 13 weken. Dat die dan pijn kan ervaren, dan betekent het dus ook dat het dus met 13 weken dat we het kunnen hebben over een zelfstandig wezen. En niet langer een puisje. Dus een puisje of een of andere vrat of whatever wat je hebt, dat heeft geen eigen persoonlijke pijnbeleving. Dus als je prikt in een vrat, dan heb jij pijn. Ja. Maar als je prikt in een baby, dan heeft die baby pijn en jij niet. Snap je? En daarmee is het dan aangetoond dat het gaat om een ander individu. En dan vind ik wel mooi wat die man hierboven zegt. Hij wordt geciteerd. Het gaat om... Je hebt een pro-choice activist. En dat zijn dus mensen die... die zijn dan voor de keuze. Maar dat klinkt dan... Ik ben voor keuze. Ik hou van keuze. Ik vind het de keuze van de vrouw dat het moet zijn. Dat ze mag moorden. Want vrouwen die mogen al zo weinig. En dan vind ik dat je ze minimaal moet kunnen laten moorden, hoor. En dat doen ze dan ook, vrouwen. En daar kiezen ze voor. Ik snap ook niet helemaal goed waarom vrouwen dat zo makkelijk doen, hoor. En ik kies dus heel makkelijk voor moord, want dat mag. Ja, oh, mag ik moorden? Oh, doe mij maar moord. Maar je hebt dus ook mensen die denken er anders over. En je hebt een pro-life activist, die heet John Waters. En hij heeft hier gezegd... I have long believed that fetal pain, dat is de... pijn die de foetus ervaart, een beetje lelijk woord, maar een mens ervaart, een ongeboren mens ervaart. I have long believed that the fetal pain will be the rock abortion finally perishes on. Dus het zal dan, nou, het is een soort beeldspraak. Dat het uitvoeren van abortussen, dat dus eindigt op een rotspartij, eilandje in een oceaan. En daar crepeer je dan. To perish is creperen. En hij heeft een boek geschreven in 2018. En daarin heeft hij voorgesteld, de voorstelling geschetst dat... abortus dezelfde gang zal gaan als slavernij. Dat het gewoon niet meer mag. Dat het verboden wordt. Daar ben ik helemaal voor. Totaal voor. De enige die daarop tegen kunnen zijn, dat zijn de vrouwen die het niet zo nauw nemen met de zeden en lekker seks willen wanneer ze er zin in hebben en dat soort dingen. De buitenechtelijke seks. En ik heb met die vrouwen, ik ben nu 60 en ik weet inmiddels het een en ander. En dat soort vrouwen, je hebt er helemaal niks aan. Je kan er beter maar niet mee omgaan. Die vrouwen kunnen maar beter een eigen maatschappij beginnen. En dan mogen ze daar lekker gaan apporteren van hier tot Tokio. Who cares? Maar dat de gezond denkende mens die leeft vanuit dankbaarheid en die begripvol is en leeft vanuit medelijden en leeft vanuit begrip en vanuit empathie en rekening houdt met een ander en kortom degene van de harmonie, die hebben dan onderling dat ze er niet meer apporteren. Helemaal nooit niet. En het enige is als het echt niet anders kan.
Er zijn zulke... Ja, tegen die tijd kan dan de beslissing worden genomen dat er toch een abortus wordt ingeleid. Want anders gaat die moeder dood. En het kind gaat toch dood. Dus ja, we hebben of twee doden, een dode moeder en een dood kind. Dat krijgen we als we niks doen. En als we aborteren, dat kind gaat dood, maar dat ging toch al dood. En hebben de moeder nog in leven gehouden. Als je zo'n keuze hebt, ja, abortus dan maar. Hè? Beter één dode dan twee. Dus dan kan je zeggen dat een abortus is levensreddend. Maar voor de rest is iemand zwanger geworden. Ja, nou, dat is frappant. Hoe kan dat nou? Want je wordt niet zomaar zwanger. Nou, en als iemand zwanger geworden is en die is niet in staat om voor dat kind te zorgen. Nou, een mooie boel is dat. Nou, dan moet er als een sodemieter op zoek worden gegaan naar mensen die dat wel kunnen. Die wel voor dat kind kunnen zorgen. En, ja, nou, er zijn nogal wat echtparen hier in Nederland bijvoorbeeld. En die staan te springen om te zorgen voor een kind. Dus dat is helemaal geen probleem. Alleen jij moet je zwangerschap uitdragen. Ja. Ja, dat is allemaal heel vervelend. En dan ook als je verkracht bent. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend dat je verkracht bent. Dat is echt ontzettend naar. De volgende keer niet meer zonder pepperspray door het donkere bomenpaadje. Ja, maar je mag geen pepperspray in Nederland van de wapenwet. Ja, nou, dan moet er maar veranderen. Vind ik, hoor. Dan veranderen we dat toch? Dan vrouwen gewoon gewapend over straat mogen. Klaar. Dus anders zouden ze verkracht kunnen worden. Ja, er was zo'n vrouw in Finland en die was verkracht door een negroïde man, een immigrant. En iedereen, oh, zie je weer die immigranten, dit en dat, die zo, Finse vrouw verkracht. Ja. Ze had die man in huis genomen. Ja. En daar heeft hij haar verkracht. Hij voelde zich echt uitgenodigd. Hij dacht van, nou, ik mag in haar huis. Nou, dan weet ik het wel wat ik moet doen. Nou, dan was zij niet helemaal dezelfde in gedachten bij. Maar ja, that's it. Dus, ja, geen immigranten in je huis nemen natuurlijk als vrouw. Waar ben je mee bezig überhaupt? Exogeten, exotische toestanden verzamelen of zo? Ja, laat het over aan andere instanties. Maar geen abortus voor jou. Maar hoe kom je erbij? Dat kind in jouw buik is niet schuldig aan die verkrachting. Jij bent schuldig aan die verkrachting en jij hebt die immigrant in je woning genomen. In dit specifieke geval dan, hè, van die Finse vrouw. Je moet met verkrachting enorm oppassen. Je moet als vrouw enorm oppassen. Je moet de kat niet op het spek binden. Denk een beetje om je kledij en zo. En vooral als mannen dronken worden. Ik ken ook zo'n verhaal. Er was een meisje en die was dan verkracht door drie voetballers, waarvan er twee heel erg beroemd waren. Toen wist ik ook hoe ze heten. En eentje kwam uit Suriname. En het was niet Dennis Bergkamp, want die komt niet uit Suriname. Maar het was wel uit die tijd, dat Dennis Bergkamp Goudhaantje heette. En die jongens die speelden bij Ajax. En een meisje was verkracht. Ja, maar het hele verhaal was, die drie voetballers, die waren lekker aan de suip geslagen in het wilde uitgaansleven van Amsterdam. En dan ergens beland in zo'n tent aan het Rembrandtsplein. Hoe heette die ook alweer? De Extase of zo. En die hadden toen voorgesteld om nog eventjes, om met z'n allen te gaan slapen in een appartement van een van die gozers. Die voetballers die barsten in de poen. Hè? En dat meisje dacht van, oh wat leuk hoor, daar ga ik wel mee. Ja. Ah. Ja, wie is er dan niet aan het nadenken?
Dan weet je toch dat het fout kan gaan. Waarom denk je anders dat je mee mag als meisje? Als ik in de extase zal in de rondte zal lopen en om 4 uur 's nachts wordt er aan mij gevraagd door 3 gozers van nou, we gaan nog eventjes naar het appartement van Kees, heb je zin om mee te gaan? Waarom eigenlijk? Hebben we kennis gemaakt of zo? Nee, maar zo'n meisje denkt zo, oh, nou, dat vind ik eigenlijk wel gezellig. Ja. Gewoon zo'n trien. Dat heet een huppelkut. Dus er zijn heel veel gevallen van verkrachting, wat dan gezien wordt als het argument, hè, voor abortus, van dan mag het wel. Ja, heel veel van die vrouwen die denken van, ja, we zijn verkracht en hoe eigenlijk? Ik heb ook een verhaal gehoord van een moeder van een jonge meid, was toen 15 of zo. Meisje is ook een beetje losgeslagen en dat meisje was dan ook verkracht door een of andere buitenlander. Op een of ander fietspad, ergens in de buurt van het industrieterrein. En ik was dan helemaal ontdaan, bleek even later de hele verhaal was uit de duim gezogen van haar dochter. Maar ze moest toch een reden hebben waarom ze zo laat thuis was gekomen. Nee, abortus moet je helemaal niet doen. Het is grof. Grof is het. Ik kan het niet anders zeggen. En wereldwijd. In Nederland heb je dan dus 30.000 abortussen per jaar. Dat is meer dan. Of ongeveer hetzelfde als. De doodsoorzaak nummer 1, de kanker of zo. Of ja, het is ongeveer hetzelfde. Dus de kans dat je als mens. Laat ik het zo zeggen. De kans dat je als mens sterft. Of dat je als. Nee, de kans dat je als mens vermoord wordt. Die kans is het grootste zolang je in de buik van je moeder zit. Als je uit de buik van je moeder bent, kan je ook vermoord worden. Maar die kans is bij verre weg niet zo groot als de kans die je hebt als je nog in de buik van je moeder zit. En wereldwijd wordt er veel meer geaborteerd dan in Nederland, procentueel. En wereldwijd is ook abortus doodsoorzaak nummer 1. En ik las een statistiek. Dat wereldwijd het zo is dat 1 op de 4 kinderen geaborteerd wordt. Nou, dat vond ik ongelooflijk hoog. Ik weet niet meer waar ik dat gevonden heb, moet ik zeggen. Laten we maar hopen dat dat niet waar is. Maar dit kan natuurlijk helemaal niet. Al was het maar 1 op de 10 kinderen die geaborteerd worden. Dan nog, dat kan je jezelf als samenleving niet aandoen. We zijn toch geen wilden? Maar kennelijk wel. We interesseren ons echt helemaal niets. En we interesseren ons voor helemaal niets. We willen helemaal niks weten. We eten maar, we drinken maar en we hebben maar seks. En als er dan iemand zwanger wordt, de vrouw dan natuurlijk. En dan, laten we het gewoon even vermoorden. Nee, dat kan echt niet. En dat houdt dan in dat de hele idee wat in onze hoofden zit, namelijk dat seks leuk is en dat het een soort cadeautje is en dat het heel fijn is om er dingetjes mee te doen en zo en blablabla, bla, bla, het is zo lekker. Nou, is het dus niet. Zo moet je seks niet zien. Punt 1, je hebt het risico van geslachtsziektes. Wat al een veegteken is. Dat je dat dus helemaal niet zo over moet denken. Van seks is voor de lol. En je hebt het probleem van abortus.
En je hebt het probleem van als je als vrouw aan de anticonceptiepil gaat. Dat je hele hormoonstelsel ondersteboven wordt geslikt. Met alle gevolgen van dien. Die jij niet weet. En ga er maar eens om lopen zeuren bij de farmaceutische industrie. Of ze er onderzoek naar hebben gedaan. Probeer het maar eens naar boven te krijgen. En ik zeg je gelijk al, je moet het niet doen. Ik moet het aan mijn dochter ook nog eens gaan vragen. Of zij dus de pil slikt. En als zij ja zegt, dan gaat ze van mij een preek krijgen. En ik ga eruit maken voor het achtereind van een varken. En dan niet het slimste achtereind van het slimste varken. En ik ga haar vertellen dat ze enorme risico's neemt. Want dat ze er zo snel mogelijk mee op moet houden. En als zij dan tegen mij gaat zeuren over, ja, mijn condooms zijn mij te duur, dan zeg ik, nou, niet mijn probleem. Dat dan weer van onzin. Ja, vroeger was het bij ons gebruikelijk dat het argument, iedereen doet het, dat niet telde. Er was bij ons een gezegde en dat zei, als iedereen van de brug afspringt, ga jij het dan ook doen? Nee, natuurlijk niet, zei je dan. Nou, precies. En dan zei je moeder, dus ga je dat ook niet doen. Ook al doet iedereen dat, jij doet het niet. Want het is niet verstandig dat je dat doet. Discussie over. Ja, maar dan ben ik de enige die het niet doet. Nou, ja, moeder, dat interesseert mij helemaal niks. En zo moet je ook denken. Kijk, deze maatschappij waarin we leven, die is amoreel. Nou, hier gaan we voor boeten, hoor. Want dit gaat naar boven komen. Ik bedoel dit artikel. Het feit dat baby's in de buik van de moeder pijn ervaren. Wat natuurlijk stront voor de hand liggend is. Want hoezo zou de pijnsensatie van een baby pas tot ontwikkeling komen op het moment dat het geboren wordt? Dat is weer een lulkoek. En er zijn filmpjes gemaakt van baby's die geaborteerd werden. Tijdens de abortie. En dan zie je dus dat die baby reageert op die zuigstangdinges. Ze hebben een soort stofzuigerachtig iets, hè? Zo'n vacuumbuis. En zo zuigen ze dan ledematen van die kinderen af. Ja, en dan wordt er dus zo'n voetje wordt er afgerukt, afgezogen met onderdruk. Ja, ik had je voorstellen, jongen, dat iemand dus dat ze dat bij jou doen. Ontzettend pijn. En je ziet dus ook die foetus. Die gaat dus spastische bewegingen maken met die ledematen die hij nog wel heeft. Dat beeld, hè, dat was zo afschrikwekkend. Dat de eerste mensen die dus zagen wat ze deden terwijl ze aan het aborteren waren. Die zijn gestopt met het uitoefenen van hun beroep. En die fijne stichting, gepland ouderschap, Planned Parenthood. Degene die de meeste abortussen laat plegen wereldwijd of zoveel stichtingen. Die hebben het toepassen van het kijken naar de abortus. Dus dat zo'n arts kan zien wat hij doet. Hebben ze gezegd, nou dat hoeft niet meer. We doen lekker net als vroeger. Zo'n arts die doet het maar lekker op zijn gevoel. Gewoon een beetje in de rondte. Moet je nagaan. Een beetje in de rondte tasten met een vacuümslang. En dan denk ik, wow, hier zit een kind. Ja, nou, volgens mij heb ik hier een beentje te pakken. Even zuigen. Oh ja, dat was de voet. Mooi zo. Want het is al voorgekomen, hè, dat zo'n abortusarts, dat hij dacht dat hij bezig was met de buik weg te zuigen van een kind. Maar dan zat hij te zuigen aan de baarmoederwand. Toen zoog hij een stuk van de baarmoederwand door dat slangetje buisje weg. En dan begon die moeder, die begon inwendig te bloeden. Nee, daar word je blij van. Daar kan je aan overlijden, snap je? Jij als moeder. Aan een kapotte baarmoeder. Dat is allemaal niet leuk. En dat moet een keer gezegd worden. En Planned Parenthood vindt het dus niet langer goed dat er dus filmpjes dat er gefilmd wordt tijdens, want ze kunnen dat filmen, hè? Ze kunnen filmen wat er in de buik gebeurt. Dat kan tegenwoordig allemaal met sonar.
Al die digitale meuk, kunnen ze die beelden nog verbeteren? Inzoomen, uitzoomen, naar links zoomen, naar rechts zoomen. Nee, dat mag niet meer. Nee, want het personeel, daar wordt er hens gek van. Er is een documentaire en die heet Unplanned, dacht ik. Ik weet het wel zeker. Unplanned. Van zo iemand die medewerker was van Planned Parenthood. En die zich afgemeld heeft bij die organisatie. En die was dus aanwezig bij die abortus waarbij ze dat beeld zag. Zij was dus een van die mensen die zei van nou, ik wil dit nooit meer zien. En het heeft nu mijn ogen geopend dat het doen van een abortus, een ontvruchting, dat is moord. En ik ga niet meer moorden voor mijn beroep. Het is over. En in die film Unplanned, die moet je denk ik wel op internet kunnen opsnorren. Die is in de bioscopen geweest in Canada en Noord-Amerika. Dus er gebeurt wel wat op dit terrein en dat is maar goed ook. Want het moet ophouden, het moet verboden worden. En wij gaan de jonge vrouwen desnoods maar, als het echt niet anders kan, dan gaan we maar via het onderwijs doen. Dan gaan we al die vrouwen waarschuwen dat ze moeten oppassen voor seks. Dat ze dat niet moeten doen. En dan gaan we enge foto's laten zien. Dat zou je nu op een pakje checken. Dan heb je allemaal van verschramelde longen, van al die verschrikkelijke dingen. Ja, dan gaan we foto's laten zien van geunereu en bulten van de syfilis en al die dingen. En hoe die beestjes, die schaamluizen, hoe die eruit zien en hoe dat ontzettend jeukt. En, wat heb je nog meer? Oh ja, genitale wratten. Dat die ook dus rondom je anus gaan zitten. En dat je genitale wratten alleen maar kan verwijderen met stikstof. En dat je dan moet bukken voor de dokter en dat je dan je poepgaatje moet laten zien. En dan gaat je dokter rond je poepgaatje, gaat hij de wratten wegbranden. En dat het ontzettend pijn doet bij je poepgaatje. Ook. Nou, die kinderen goed angst aanjagen. Dat ze gewoon niet meer beginnen aan seks. Geen seks voor het huwelijk, klaar. Als jij er klaar voor bent om de verantwoordelijkheid te gaan dragen voor een kind en je hebt een goede man gevonden, dan kan jij gaan trouwen met die man. Wat betekent, dan ga je de seks hebben en als je seks hebt gehad, daarmee ben je getrouwd. Punt. En je gaat niet een auto, zeg maar, die ga je van tevoren uitproberen. Even kijken hoe die rijdt. Maar je vrouw niet en je vriend niet. Je hoeft niet te controleren of de hele boel wel past, want die zal heus wel passen. Dus je hoeft niet te proefseksen. Snap je? Gewoon niet nodig. En als je er wel aan gaat beginnen, ja, je komt op een glijdende schaal terecht en hier eindig je. En hier ga je karmisch voor dokken als samenleving. Dit kan alleen maar armoede opleveren. Uiteindelijk krijg je bejaarden in bejaardentehuizen die maar twee keer per week een schone luier krijgen. En als ze na twee dagen gaan, ze ontzettend stinken naar stront. Dat soort dingen krijg je ervan. Nee, dat wordt een leuke samenleving. De jeugd is lekker bezig met seks. De vrouwen, als ze zwanger zijn, dan worden die kinderen vermoord. En de oude lui die creperen weg in een bejaarde oord. Nee, sorry, dit is het beeld wat ik je schets. En je niet, kijk, tegen de tijd dat jij in het bejaarde oord zit, ben ik al lang onder de zoden. Dan speel ik harp in de hemel. Plink plonk.
Ja. Ik ga afronden hoor, maar ik kijk even terug naar het seksgebeuren. Want daar zit het hele punt, hè? Een seks is ongelooflijk over het paard getild qua belangrijkheid. Je moet je er helemaal niet zo mee bezighouden. Je moet denken, maar je moet je leven moet je echt richten op dingen waar je wat aan hebt. Vroeger hadden mensen een hobby. En er waren mensen en die slaagden erin om van hun hobby hun beroep te maken. En die mensen, dat waren de meest gelukkige mensen ter wereld. Want die hadden van hun hobby een beroep gemaakt. Ja, maar dan ga je iedere dag met plezier naar je werk, of niet? Kijk, dat moet je doen. Begin met een leuke hobby. En een leuke hobby is niet dames neuken. Dat is geen hobby. Daar kan je helemaal niet rijk mee worden. Ja, maar in de porno-industrie wel hoor. Nou, dat valt reuze mee hoor. Zeker is zo als man in de porno-industrie. Dat verdien je niet zoveel hoor. Die vrouwen verdienen het meeste. Dat is een heel erg seksistische beloning is dat. Zouden ze ook een keer recht moeten trekken bij de Verenigde Naties. Ze daar een keer wat aan gaan doen. Je hebt die mannelijke pornoacteur Ron Jeremy. Ken je die? Dat is een beroemdheid. Maar ja, dat is er maar eentje. En hij zegt dat hij een leuke tijd heeft gehad. Dus hij vond het echt wel geinig. Hij zei ook van ja, kijk, ik ben Joods en ja, in mijn gemeenschap deed niemand daar moeilijk over. Want ja, ik zat alleen maar shiksa's te neuken. Shiksa's, sletjes. Nou, dat mocht je gewoon doen. Als Jood. Ja, zei hij, het is een beetje dubbel van de gemeenschap waarin ik dan leef. Maar ja, het kwam mij wel handig uit. Dus ik mocht gewoon al die Amerikaanse goyim shiksa's mocht ik palen en ja, de hele familie wist het. Dat maakte niemand wat uit, als je dat maar niet deed met Joodse meisjes. En de hele porno toestand, het is de jeugd wordt er gek meegemaakt. En die hele seks en die hele toestanden. Dus ik vind dat die anticonceptiepil, die moet uit het ziekenfondspakket. Want het begin uit de verplichte verzekering. Het moet niet zo zijn dat je dat gratis krijgt, punt. En het moet zo zijn dat iedereen die het doet, dat die goed op de hoogte wordt gebracht van de risico's. Dat verhaal van die borstkanker. Maar er zijn nog ongetwijfeld nog veel meer dingen die het slikken. Want je slikt het dagelijks, hè? Zo'n anticonceptiepil. En dus dat dagelijkse slikken en dan rustig jaren achter elkaar. Dus dan moet je naar langere termijn onderzoeken gaan denken. Of aan langere termijn onderzoeken gaan denken. Ja, en wat dan? Ja, echt van alles. Suikerziekte bijvoorbeeld. Ja, je zit het. Je hormoonsysteem te verstoren. Dat kan alleen maar kwalijke gevolgen hebben. Je hebt eigenlijk ongelooflijk mazzel als het in jouw geval geen enkel kwalijk gevolg heeft. Maar het kan van alles opleveren. Het kan je jicht opleveren. Zeg eens wat. Reuma. De Alzheimer. De ziekte van, zeg eens wat. Ja, je kan er zelfs borstkanker van krijgen. Dus nou, wat dan alweer niet zeg. Maar fijn vind ik het dan wel dat nu dus vanuit Amerika is vastgesteld dat ze nu weten dat de ongeboren mensen die 13 weken oud zijn, dat we ervan uit moeten gaan dat die een pijnsensatie hebben.
En ik hoop dat er iemand naar dit verhaaltje luistert die medicijnen studeert. Neem deze info mee. En doe er wat mee. In de Tweede Kamer zou hier een besluit over moeten worden genomen dat abortussen vanaf deze periode, nou, met een veiligheidsmarge zou ik zeggen, want ja, dat wordt hier dan 13 weken gerekend, maar voor hetzelfde geld is het al bij 6 weken. Nou, dat, vanaf 6 weken zeg, nou, bij 6 weken mag je niet meer aborteren. Klaar. Veel beter. Te meer, en dat merkte ik ook aan de moeder van, we hebben ook een kind samen. Dat mocht dan wel geboren worden. Bij haar gratie. Maar die tweede dus niet. Die tweede moest vermoord worden. Maar zij werd, het mens was toch al heel instabiel. En er viel al bijna niet mee om te gaan. Maar toen had ze die abortus gehad. Nou, toen werd ze helemaal knettergek. Oh, wat heb ik toen een drama's met haar meegemaakt. En ik had al heel veel drama's met haar meegemaakt. Maar na die abortus. Oh, 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 oh. Dan stond ze bij wijze van spreken elke dag te krijsen. Om niks, hè. Helemaal om niks. Want het heeft natuurlijk een enorme impact op je lichaam, hè? Dat je een wezen van 14, 15 weken, ja, je hele lichaam als vrouw is er helemaal op ingesteld op het voeden van zo'n wezen. En dan in ene ga je dat wezen in stukken scheuren, laten doen. En er wordt met bruut geweld wordt het verwijderd. Ja, en jij bent dan weliswaar verdoofd. Maar je lichaam is er natuurlijk bij. En je hormonen, ja, wat moet je lichaam nog aan met je hormoonniveaus? Dus die schieten alle kanten op. En als vrouw heb je toch al zoveel van die hormoonwisselingstoestanden. Lalalala. En dan gaat dat ook nog een keer alle kanten op schieten. Nou, ik heb het meegemaakt. Ik denk dat zij er wel bijna een jaar voor nodig heeft gehad. Voordat ze weer een beetje op het niveau was qua gekte van voor die abortus. Want ze was altijd al behoorlijk knetter. Maar toen werd ze dus extra super knetter. En het duurde ongeveer een jaar, dan was ze weer gewoon knetterrijk. Dus dat ik het even weet. En niets te nadelen verder dan die vrouw. Die vrouw is knettergek. En ze heeft mijn tweede kind vermoord. Dat alleen al betekent al dat je knettergek bent natuurlijk. Want er was helemaal geen indicatie of niks. En nee, ik mishandelde haar niet. En ik ging elke dag onder de douche. En er was voldoende geld. En we woonden in een leuke buurt. En het eerste kind ging goed op school. En kortom, de zon scheen elke dag. En er was helemaal niks aan de hand. Maar vrouwen in deze maatschappij, die zijn toch al, ik heb er eentje gehouden over de Europese dame. Dat drama wat mijn Libische vriend heeft meegemaakt met zo'n fijn portret hier in Nederland. En die vent heeft nou PTSS. Die kan niet werken. Ja. Dus er wordt nogal wat schade aangericht door die dames. Nou, en een daarvan is dan abortus. Zegt ook heel veel over de kwaliteit van denken van de gemiddelde vrouw. En niet alle vrouwen. Ik ken vrouwen die, ja, die denken heel anders. Die zitten anders in elkaar. Die zijn veel begripvoller. Die zijn veel empathischer. Er zijn vrouwen waarvan ik denk van, nou, daar heb je wat anders partner. Maar er zijn heel erg veel vrouwen. En die zit op het niveau van de moeder van mijn eerste kind. Die zijn meedogenloos. Ja, maar dat ik het gewoon even weet.
Ik ben blij dat dit nu naar buiten is gekomen van dat pijngevoel. En jij zou dat ook moeten zijn. Dat we het nu weten. Want het was, ik vermoedde het dus al. Ik ging er eigenlijk al vanuit dat mijn kind een hele, dat hij niet heelal geslacht werd. Maar die werd een stukje bij beetje in stukken gescheurd. Nee, daar word je blij van. Dat is echt een leuke manier om te sterven, hè? Nou. Dit stond op Prison Planet. En ik hou jullie op de hoogte als ik weer wat meerdere dingen zie van deze man, John Waters. En de pro-choice activist Dr. Stuart Derbyshire. En zo nodig, dan hou ik er weer een. Over dit onderwerp waar we niet over mogen zwijgen. En op zijn hamburgs zeg ik tjus en dag lieverds.